Beste kijkers, we zijn hier samengekomen om te praten over een speelfilm die gemaakt is door onder andere Amber en Henk. En wij zijn daar heel benieuwd naar en willen we graag meer over weten. Ja, kan ik jou alvast vertellen, vragen over hoe jij daar zo in bent gekomen? Ja, het was eigenlijk vanaf toen ik eigenlijk een klein kind was, had ik altijd al ook het leuk om net alsof te doen. En dan deed ik alsof ik een prinses was of zulke dingen. En op een duur was er een vriendin en die zei, ja, ik wil op toneel. En ik had er ook al, denk ik wel, echt al lang aan te denken dat ik zoiets wel wilde doen. En, maar ik had nooit echt, ja, ik had nog nooit echt van toneelles gehoord. Ik dacht, hoe moet ik daar nou weer bij komen? Maar zij had daar dus ergens iets gelezen dat het kon. Dus we waren er samen opgegaan en dat vond ik superleuk, want dan deden we uitvoeringen en zo. Ja. En na een tijdje ben ik ook bij Omroep Huls gegaan. Daar deed ik interviews. Dat heb ik ook 4 jaar gedaan ongeveer. En nu begin ik ook een beetje me inschrijven voor figurantenrolletjes. Dus ik heb me ingeschreven bij verschillende castingbureaus. En ik heb daar al figurantenrolletjes een paar keer gedaan in een film. Of ja, een serie. Yeah. En dat is ook leuk om te zien, want dat is dan heel professioneel met grote camera's en heel veel mensen. En dat is altijd leuk om te zien, dus dan heb je ook weer ervaring. Maar voor die castingbureaus vroeg ze op een duur ook wel eens een paar keer filmpjes om auditie te doen. En ik wilde wel een beetje professioneel filmpje. Dus Henk die zei van ja, anders kan ik je daar wel mee helpen. En dan maken we een speelfilm. Dus ja, dat is allemaal leuk. Dus we begonnen met één deel. En dan werd niet echt gesproken. Het was meer een beetje rondlopen. En dat was best leuk om te doen, vonden we allebei. Dus we zijn met een tweede deel begonnen toen. Waar nog iemand anders mee speelde. En hadden we een beetje dialoog waar we in praten. En ja, dat was voor mij ook vooral voor de ervaring. Om nog meer met de camera bezig te zijn en het acteren. Mm-hmm. En ja, dat was eigenlijk heel leuk om te doen en daar zijn we mee doorgegaan. We hebben nu zelfs een deel 3 en we willen met een deel 4 beginnen met ons speelfilm. Dus het gaat hartstikke goed. Ja. Jij geloofde in haar acteertalenten. Heel veel, heel veel jongelui die willen heel erg graag acteren. Ja. En, wie niet, zou ik bijna zeggen. En allemaal beroemd te worden. En vandaar natuurlijk al die programma's die er op televisie bestaan over talentenjachten, dat soort dingen meer. Dus zij zei op een gegeven moment ook, ze zei het al bij de auditie, de eerste keer dat ik haar dan min of meer ontmoette, van ja, ik wil ook wel echt actrice worden later. Nou, dat kwam me dus niet onbekend voor, wat ik zeg, van twee mensen die zeggen dat, van jongelui. Maar ja, zij bleek toch bepaalde talenten te hebben. Eerst als interviewster, want dat was natuurlijk aan de orde bij de lokale omroep. En, maar ze had het op een gegeven moment over, ja, ik wil graag nog verder. Ik dacht, nou oké, dan moet je gewoon, moeten we eigenlijk wat materiaal maken, een beetje alles speelfilm. Ja, heel erg subtiel, heel sumier. En dan, dan blijkt wel of dat allemaal gaat lukken. Nou, niet echt tot mijn grote verbazing, maar ik was er toch wel aangenaam door verrast dat het in ieder geval het eerste deel allemaal perfect gelukt was. Dat was allemaal heel erg simpel en makkelijk, zonder dialoog. En het tweede deel, ja, dat was het logisch gevolg, zeg maar, uit het eerste deel. Van ja, het is leuk, we willen dat we mee verder gaan. Wil jij verder gaan? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar nou wel met een beetje dialoog. Zei Jan, oké, nou goed, dan doen we dat gewoon. Dus het tweede deel is eigenlijk ontstaan door het feit dat het eerste deel gewoon heel goed is gegaan. Dat was gewoon hartstikke leuk. En dan dacht van, eigenlijk is het tweede deel eigenlijk interessant. Jammer dat het hiermee ophoudt, was eigenlijk meer het idee. Ja. En ze kon natuurlijk haar talent met dialogen natuurlijk veel meer benadrukken dan alleen wanneer je een beetje loopt te huppelen door het Vlaamse landschap. En dat eindigde ook best nog wel spannend eigenlijk, dat eerste deel. Dus het vroeg echt om een vervolg. Ja. Elkaar gewerkt, dus dat zal ook wel te zien zijn. Mm. Dus het voelt voor jou misschien ook wel een beetje als gewoon gewend. Ja, dus nou ken ik haar ook al een paar jaar en dan gaat ook
fijner werken, denk ik. En dan hebben we een heel team erbij gehaald wel. Met allemaal vrijwilligers die mee wilden doen. Het was ook heel fijn dat iedereen zo enthousiast was. Nog steeds? En, nog steeds. Okay. En ja, het was gewoon een hele leuke groep. En dan gaat het ook wel goed, denk ik. En het ging ook heel goed. Het was heel, gezellig. Maar we gingen er namelijk eerst van uit dat we een kort speelfilmpje zouden maken. En dat was het eerste. Dat was ook inderdaad 12, 13 minuten. Dat is een kort speelfilmpje. En het tweede deel was ook iets van 20 minuten ongeveer. En nou ja, zoiets, dat kun je aan elkaar zetten. Maar dan zijn er nog steeds twee delen. Hè? Ja. Dat kan. En het derde deel was ook zoiets. Nou, drie aparte delen kan natuurlijk ook nog steeds. Maar als je dan denkt van, goh, ik heb nou alles bij elkaar. Drie delen, al zo'n 50 minuten bij elkaar. Als ik 20, 25 minuten in deel 4 steek, dan heb ik een, zoals het heet, een avondvullende speelfilm. Ja. Nou, dat is natuurlijk nog leuker. En dat allemaal in het Zeeuwse landschap, hè? Ja. Ja. Dat is helemaal interessant. Het eerste deel was ook wel leuk, een beetje de natuur. Ja. Dan kwamen dan dus allemaal ganzen tegen en zo. Dat was weer leuk om te gebruiken. Zij zijn helemaal gek van dieren. Ja, dan kom je goed tot je recht, zeg maar, ook in deze film. Ja. Nou, je hebt dus ook verteld dat jullie met vrijwilligers gewerkt hebben. Zeker. Nou ja, jullie zijn daar twee van. Wie zijn de anderen? Nou, er zijn een heleboel. Het is een redelijk klein team. Ja. Dat is wel eens lastig, maar dat ging overigens heel erg goed. Mensen die heel snel aan elkaar gewend zijn natuurlijk. Natuurlijk heb je een cameraman nodig. In mijn eigen professie ben ik zowel cameraman als regisseur. Maar die combinatie kun je bij een speelfilm echt niet maken. Nee. Ik heb dat vroeger wel eens meer geprobeerd, maar dat mislukt dus echt. Want op het moment dat je achter de camera staat, dan ben je echt cameraman. En dan ontgaat je allerlei zaken die met het acteren te maken hebben. Dus ik heb nu alleen regie gedaan. Dus heb je een andere cameraman nodig? Nou, gelukkig ken ik Benny Jansen. Waar ik een aantal keren mee samengewerkt heb. En Benny was heel erg snel bereid om mee te doen. Nou, dat was mooi meegenomen. Dan hadden we natuurlijk een geluidsman nodig. Ook heel erg belangrijk, Gerard. Is dat geworden. Die had een beetje ervaring, nog niet zoveel, maar heeft intussen wel heel erg veel ervaring opgedaan. Ja. Meestal doordat er ineens geroepen werd, hengel in beeld. Ja. Hè, dan ben je aan het filmen en dan zie je ineens die hengel, je kent zo'n ding met zo'n stok met zo'n poes eraan. Die komt dan ineens in beeld zakken. Ja, dat kan natuurlijk niet meer. En dan is dan moest hij daar weer iets aan doen. Dus die heeft dat vak heel snel geleerd, zeg maar. En dan hadden we natuurlijk Jan, mogen we zeker niet vergeten. En Jan is... iemand die alle verstand van welke techniek dan ook heeft. Die heeft het voor elkaar gekregen. Daar heeft hij wel een jaar of 20 over gedaan om een dolly te maken. En een dolly, dat is niet de naam van een meisje. Dat is het ook wel, maar in dit geval niet. Een dolly zou je kunnen vergelijken met een soort van karretje. Met een stellage erop waar je dan de camera op kunt zetten. En waar je dus mee kunt rijden. Dat heet dan ook rijders maken. En, of in het Engels travelers. En dan kun je hele mooie mensen volgen of zo. Dan heb je hele mooie bewegingen ermee. En dat kan gebeuren op dat die dolly op luchtbanden staat. Maar je kunt hem ook converteren dat hij op een ander soort wieltje staat. Dat hij werkelijk op een rails rijdt. Ja. Okay. Jan had 6 meter rails. Nou, dat lijkt heel veel. Ja, maar voordat je het weet ben je rijden vanaf van de andere kant. Yeah. Maar we hebben dat toch regelmatig gebruikt. En dat geeft de film echt meer het filmgevoel. Hè, want in speelfilms wordt het heel veel gebruikt. Dollies en cranes en dat soort dingen. En dat maakte dus weer veel extra de mogelijkheden die we daarmee hadden om die filmuitstraling te krijgen. En natuurlijk, dat mag ik zeker niet vergeten, niet zozeer bij de technische ploeg, maar bij de acteurploeg hadden we dan natuurlijk Francine nog. En ook een meisje van 17 jaar die heel erg goed kan acteren en die dat ook voortreffelijk heeft gedaan, ook met een hele grote inzet. En dan hadden we maar iemand, we hebben namelijk deel 2 hebben we gefilmd in een schuur. En die schuur mochten gebruiken van Luc. Luc is een kunstenaar. En het is wel leuk, kom maar filmen en zo. En wat wil je hebben? En welke ruimte wil je doen? Of en allemaal voor elkaar gekregen. En die vond het zo leuk dat hij zich ook op een positieve manier ging bemoeien met de opname zelf. Ja. En dat was hartstikke leuk. Kwam soms met hele goede ideeën. Dus toen we dan, de schuur was einde verhaal en we begonnen met deel 3. Dat was dan in een heel andere setting. Toen liet Luc toch snel weten dat hij ook wel graag mee wilde doen. Okay. En toen heeft hij ook nog een klein acteerrolletje gekregen. Wat leuk, zeg. Ja. En allemaal Zeeuws. Allemaal uit Zeeland. Allemaal uit Zeeland-Vlaanderen. Setting in Zeeland. Ja, dat maakt het natuurlijk makkelijk, wel heel erg interessant. Ja, ben heel benieuwd. Ja. Waar kunnen we de film, zeg maar, in welk segment kunnen we de film plaatsen? Is het een comedy? Is het een thriller? Kun je daar iets over kwijt?
Ik denk, er zit wel een beetje spannende momenten in soms. Maar met humor wordt het wel minder eng. Dus ik denk dat het ook wel een beetje voor de jeugd is. Dat, ja, dat is het. Door ja. De spannende momenten waar dan nog wel grapjes worden gemaakt. Doordat het... Ja, dat vlakt de spanning een beetje af, zou ik maar zeggen. Dat het voor alle leeftijden, zeg maar, toch wel interessant is. Ja. En zit er ook een bepaalde boodschap in de film die naar voren komt? Heel subtiel zit er op een paar momenten in de film zit er inderdaad boodschappen. Ik vind wel, als je een speelfilm maakt, dan moet je dat niet alleen voor het verhaal doen... En voor een spannend verhaal of een humoristisch verhaal. Mm-hmm. Ik vind dat dan heb je ook de kans om iets te vertellen. En ik ben al heel wat jaartjes gevorderd in mijn leven. Dus je hebt zoveel dingen meegemaakt dat je toch graag... En die kans die je dan krijgt wil benutten om dan toch een hele simpele manier een boodschap mee te geven aan de kijker. Oké, en die dan toch wel duidelijk genoeg is voor iedereen die de film al heeft gezien. Dat zal voor sommige mensen duidelijker zijn dan voor anderen. Dat is niet zo erg. Als mensen zich daartoe aangesproken voelen en even gaan nadenken van... Hey, dan heb ik mijn doel bereikt. Ja, oké, mooi. Er komt dus ook nog een vierde deel. Als het allemaal goed gaat wel. Zou het slot moeten zijn? Ja, want we kunnen hier nog bezig blijven natuurlijk. Hè? Okay. Kijk, als we nog door willen gaan naar deel 4, dan wordt het gewoon een andere film. Ja, een ander verhaal. Ja, daar hebben we zelfs ook al ideeën voor. Maar het is natuurlijk wel belangrijk voordat je aan de volgende film begint. De eerste film waar je mee bezig bent, helemaal af kunt werken. Nou, deel 4, dat wordt dan inderdaad het slot. Dat, de onthulling ook uiteindelijk van het hele verhaal. En daar zoeken we eigenlijk ook nog wel wat, als ik dat mag vragen, wat mensen voor die mee zouden willen doen. Nou, dat kan zowel aan de technische kant zijn, want vooral wat mensen die wat willen leren, wat assisteren met de camera en met geluid en al dat soort dingen meer. Ook met de regiekant een beetje helpen. Dat zou heel erg fijn zijn als mensen zich uit Vlaanderen of daarbuiten, het maakt eigenlijk niet uit, zeggen van, ik wil eigenlijk best wel meedoen. En natuurlijk ook acteurs. We hebben in deel 4... Het moet nog helemaal geschreven worden, maar we hebben natuurlijk wel wat ideeën voor. We zouden toch graag nog een jonge man willen hebben van 11, 12 jaar. Natuurlijk best wel moeilijk op die leeftijd. Maar het zou heel fijn zijn als iemand zich aandient met de nodige talenten. En nog een paar wat volwassen mensen die volwassen willen acteren. Oké, en als er mensen zijn die dit zien en denken van, nou, dat lijkt me wel interessant, waar kunnen ze zich melden? Nou, volgens mij kunnen ze gewoon bij de zender terecht waar wij nu te zien zijn, bij RTV Scheldemond. Ja. Goed. En die regelen dan weer dat ongetwijfeld dat het bij ons terechtkomt. Ja, nou interessant. Ik hoop dat er dan ook genoeg meldingen komen. Ik ben heel benieuwd. En ben zeker benieuwd geraakt nu naar de film. Naar jou ook natuurlijk. En als jij zelf ook mee wil doen? Ja, absoluut. Lijkt me zeker heel erg leuk om mee te helpen. Weet wel waar je aan begint. Oké. Nou, ik bereid me voor dan mentaal. Heel goed. Ik vond het heel leuk dus. Maar de film heeft natuurlijk ook een naam, neem ik aan. Nou, eigenlijk nog niet. Nog niet? Nee. Nou, we hebben verteld hoe het tot stand is gekomen. Het eerste deel, dat heette gewoon Amber. Want het ging over haar, het heette Amber. Okay. Ik heb dat in de tekst met de kleurtjes, want Amber is een kleur ook. Ja, dan heb ik dus in diezelfde kleur, maar dat is voor degene die dat weten, is dat ook in diezelfde kleur, zie je dat ook in beeld staan. En dan vervolgt verder het filmpje. Maar nou, we verder zijn gegaan. Ja, is het eigenlijk niet meer relevant, omdat er natuurlijk, het gaat niet alleen meer over Amber. Alhoewel ze natuurlijk de hoofdrol blijft houden. Maar ja, daar moeten we gewoon nog iets anders op verzinnen. En zover zijn we nog niet. Dus dat blijft ook nog even spannend. Oké, daar ben ik wel heel benieuwd naar, inderdaad. Ja. En is het ook al een beetje bekend wanneer de film te zien is uiteindelijk? Is daar een duidelijkheid over? Nou ja, volgend jaar gaan we dan de volgende opname maken. Dat zal in de zomer moeten gebeuren, gezien het verhaal eigenlijk. Dus ja, dat gaat nog wel even duren. En voordat hij dan weer helemaal klaar is. We werken alles wat we nu hebben wel helemaal af. Dat we begin volgend jaar daar wel helemaal mee klaar zijn. Maar het wordt pas echt interessant als deel 4 er ook aan vast is geknoopt. Dus dat zal gewoon eind volgend jaar zijn, denk ik. Oké, dus we moeten nog een jaartje wachten. Ja, we moeten nog een jaartje wachten. Oké, nou, dat gaan we dan zeker doen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Hallo, ik ben Lucia, de assistente. En ik kom even je blinddoek afdoen. Oh, wat fijn. Kan ik weer wat zien? Maak je mijn ketting ook los? Nope, mag niet. Alsjeblieft, ik wil super graag weg, please. Sorry, ik doe alleen wat de baas zegt. Maar zo ben je wel medeplicht aan een misdrijf? Misdrijf? Hou op. Wordt hier goed voor betaald, hoor. En geloof jij die onzin
van die vorige levens? Dat ik hem als slaaf heb behandeld? Luister even, meid. Dat kan me echt al helemaal geen rotmoer schelen. Ik doe wat die man van mij vraagt en that's it. Hoe ben ik in deze verschrikkelijke kleren terechtgekomen? Waar is mijn jurk? Heeft die man mijn kleren opgepakt en me in dit tarzanpakje gestopt? Nee hoor, dat heb ik gedaan. Je mooie jurkje, je sokken en je schoenen liggen daar. Veel plezier nog, hè?